Hi, ik ben Marleen en vandaag leg ik u uit hoe het display en de handbediening van uw Amslot e-bike werkt. U bedient de ondersteuning van uw e-bike via het display en de handbediening op het stuur. Aan de linkerkant van uw stuur vindt u de handbediening met daarop 5 knoppen. U ziet de aan- en uitknop aan de rechterkant van de handbediening. Hiermee schakelt u de ondersteuning van uw e-bike aan of uit. De plus- en min-knoppen vindt u aan de linkerkant van de handbediening. Hiermee kiest u de gewenste ondersteuningsstand. De plusknop gebruikt u voor meer ondersteuning en de minknop voor minder ondersteuning. In het midden van de handbediening ziet u bovenaan een knop om handmatig de fietsverlichting van uw e-bike in te schakelen. Daaronder vindt u een knop met een i-icoon erop. Met het i-icoon komt u in het menu van het display van uw e-bike. Als u eenmaal kort op de i-knop drukt, schakelt u tussen de trip en odo-modus van uw e-bike. Dit laatste is de totaalkilometerstand van uw e-bike. Met de tripfunctie kunt u zien hoe groot de afstand is die u heeft afgelegd bij uw fietstocht. Om in het menu van uw e-bike display te komen, drukt u 2 maal kort op de i-icoon. Hij opent een scherm waarin u 3 mogelijkheden heeft. Om tussen deze mogelijkheden te kiezen gebruikt u de plus- en de min-knop. De min-knop gebruikt u om naar beneden te gaan en de plus-knop gebruikt u om weer naar boven te gaan. Het display heeft veel functies waarvan er een aantal voor u relevant kunnen zijn. Onder de kop Display Settings kunt u onder andere de tijd aanpassen, de trip resetten en de felheid van uw displayverlichting aanpassen. Ook heeft u de mogelijkheid om de gevoeligheid van de lichtsensor aan te passen. Standaard staat deze instelling op 3. Onder de knop Information vindt u meer technische informatie die voor u waarschijnlijk niet direct relevant is. In het geval van een probleem kan de informatie onder Information echter erg handig zijn voor onze technische medewerkers. U vindt hierin de errorcodes die de e-bike heeft gehad, de temperatuur van de accu, totaal aantal laadcyclussen van uw accu, maar ook het voltage per accucel. We hopen u met deze video goed op weg te hebben geholpen met de handbediening en het display van uw e-bike. De belangrijkste informatie om te onthouden is dat u met de aan- en uitknop de ondersteuning van uw e-bike in- en uitschakelt, en dat u deze met de plus- en de min-knop zelf kunt instellen. We wensen u veel fietsplezier met uw Amslot e-bike.